What up, peeps? Influenza, de sneaker leaker. Goeiedag. Natuurlijk goedemiddag of goedenavond. Hangt er vanaf wanneer jullie deze filmpje aan het checken zijn. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe weekly wind-up waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, weer, wat ik dus elke week doe, is dat verleden week was een beetje echt aan de hectische kant. Want er waren data's uitgekomen op verschillende sites dat onduidelijk was en zo. Als jullie het hebben gemerkt op mijn Instagram, ik heb volgens mij één schoen of helemaal niks gepost deze week. Want alle schoenen die ik heb aangekaart van verleden week waren gewoon niet uitgekomen. Het kan zijn dat eentje was uitgekomen op één site en dan weer vertraagd op die andere sites en zo. Het was een hele slordige avontuur was gaande. En natuurlijk de Jordan 5 Raging Bull Toro Bravo. Wat ik echt dacht dat verleden week uit zou komen, was gewoon een dikke nee. Maar als het goed is heb ik wat... Hoe moet ik het zeggen, wat zekerdere informatie? Of laten we hopen dat er geen rare vertragingen of dat soort gekke dingen deze week gaan gebeuren. Dan kunnen deze data's wat ik voor deze sneakers heb wel gewoon blijven staan. Maar without further ado, let's get right into it. The weekly wind-up van week 15. 15. 15. Let's get it. Adidas en Sean Weatherspoon komen weer met een samenwerking uit. En als het goed is, de laatste keer dat ik zo'n samenwerking tussen Sean Weatherspoon en Adidas heb meegemaakt, was die Shell Toed Adidas, hè, met die sliertjes en zo, die een beetje uit die sneakers steekt en zo. Het was ook een klein beetje een collage van stiksels op de schoen met bloemen en zo, dat allemaal uitsteekte. En dan ook nog een beetje op de grond aan het slingeren was. Was wel een aparte sneaker. Resale was niet echt daar, maar ja, het is een klassieke Adidas, dus het was wel een dope sneaker, maar het is natuurlijk geen Nike Air Max 97 of Nike Air Max 1, die Sean Weatherspoon voorbeeld van die Nike, dat was hem natuurlijk niet. Omdat Sean Weatherspoon ook natuurlijk met Essex ook nog bepaalde samenwerkingen heeft gedaan. Dus Sean Weatherspoon is echt bezig, hè? Adidas, Essex, Nike, I mean, volgens mij heeft hij ook nog wat kledingdingen dat hij ook nog apart met de merken aan het doen is. Maar nu komt hij dus weer met Adidas, met een Z X8000 Sean Weatherspoon Super Earth. Volgens mij was de Shell Toed Adidas ook nog een Super Earth versie. Don't hold me on it. Maar nu komen ze dus met de ZX8000, wat meer loopschoen van Adidas. Je kan zien aan de afbeelding van deze Sean Weatherspoon Adidas ZX8000 dat het gewoon een chaos van kleuren is en een chaos van materialen. Als ik het heel droog moet zeggen. Aan de binnenkant van de sneaker kan je de verschillende kleuren van de Adidas logo zien. Dus Sean Weatherspoon heeft echt die verschillende kleuren van de Adidas logo ingestikteld aan de binnenkant van de sneaker. Echt om die collage effect echt te laten voorkomen buiten die verschillende materialen die hij echt letterlijk samen heeft geswoosht om dus deze Adidas ZX8000 samen te vormen. What do you guys think of this sneaker? Ik wil eigenlijk jullie mening weten. I mean, als ik dit moet gaan vergelijken weer met die Adidas van tevoren, met die draadjes die eraf slingeren op de grond en zo. I mean, die was wel wat rustiger, ook nog echt van die earth dingen met die bloemetjes en zo. Bij deze zie ik ook nog bepaalde bloemen, hè, aan de buitenkant zie ik ook ingestikseld. Maar ik heb er niet echt een mening over. I mean, het is gewoon chaos. Verschillende kleuren, de veters zijn ook neon green, dat springt echt helemaal uit van de sneaker. I don't know. Het is echt bijna weer een polarizing sneaker. Hè? Dus er zijn mensen die dit geweldig gaan vinden en andere mensen die dit 10 keer niks gaan vinden. Maar ja, ik heb er niet echt wat mee, om het heel eerlijk te zijn. Ik heb ook nog nooit een ZX8000 gehad van Adidas. Ik heb wel Superstars gehad, maar dit model van sneaker heb ik nog nooit van Adidas gehad. Volgens mij heeft mijn vrouwtje wel een soort van zo'n sneaker gehad van Adidas. Dat was misschien de ZX7000 dat ze had. In het blauw, hè? Dus niet een Sean Weatherspoon uitvoering, maar mijn vrouwtje is wel wat meer bekend met dit model van sneakers. Maar zelfs zij zegt van, ja, I don't know what to do with this. Voor de mensen die de Jordan 1 High Turbo Green kennen, nu komt er een Hyper Royal versie van dezelfde sneaker. Bijna hetzelfde.
Voor de mensen die de Jordan 1 High Turbo Green kleur, dus de stonewashed green op de sferen van de Turbo Green kennen, deze Hyper Royal versie heeft dezelfde stonewash dan alleen in het babyblauw. En ook nog in het zware, net als de Turbo Green. En vooral voor de mensen die het niet dope vonden om die tekst op die Turbo Green te krijgen, bij deze Hyper Royal heb je het niet. Dus de zijdepanelen is gewoon smooth wit leer en de toebox ook. En de zwaarde gedeelte, die accenten zijn gewoon een stonewashed zwaarde. En de grijze gedeelte op dus de heel counter en de heel van de sneaker is gewoon een hele mooie smooth zwaarde in het grijs. Nou weet ik niet zeker, omdat ik het zelf niet in hand heb gehad, of die Turbo Green of die grijze gedeelte bij de heel counter van de Turbo Green ook nog zwaarde is. Maar ik weet wel dat bij deze Hyper Royal Jordan 1 High is die grijze gedeelte een hele mooie zachte zwaarde. En dan dus de stonewashed babyblauw is een wat grovere zwaarde. En dan heb je gewoon de zijdepanelen. En de toebox is gewoon een smooth leather in wit. Voor de rest, differences? Heel weinig. En ik denk dat de resale qua differences ook nog in de weinige kant gaat zijn. I'm not saying that this Hyper Royal is gonna be just as expensive as deze Turbo Green. Maar het zou mij niet verbazen als het in de buurt komt. En ik ben persoonlijk eerder een blauwe fan dan een groene fan. Dus voor mij mag deze prijs gewoon omhoog gaan. Especially if I were able to get this shoe for retail. Dan zijn we binnen. Dus de Jordan 1 High Hyper Royal moet dus deze week ook uitkomen. And I'm pretty sure it's coming out this week. Want hij staat al op de sneaker app. Verleden week zat ik bijna blind te hopen dat die sneakers gewoon uit zouden komen op de datums wat het stond dat het zou zijn. En geen vertragingen zou hebben. Maar ik denk dat deze Hyper Royal, it's gonna come out on the day that it's supposed to come out. Van de Hyper Royal gaan we verder met een dunk. We hebben weer een dunk. En het is een Women's Dunk High Dark Sulfur. Hij staat al op de Nike app, dus we hebben al een zekerheid dat hij deze week uit gaat komen. Naar mijn idee is het geen Dunk High van de Be True To Your School collectie. Want het is wel geel met wit en we hebben al een Dunk High Michigan. Volgens mij die Dunk High Iowa, dat is ook geel met zwart in plaats van geel met blauw. Dus deze geel bij deze Dark Sulfur is wat donkerder. Hè? Meer een mosterdgeel dan een vibrant geel. Ik wil bijna zeggen dat ik een klein beetje, en ik zeg het ook heel klein beetje, het gevoel heb dat het een Jordan 1 Off-White Canary is. Maar nee, am I reaching a little bit? Am I reaching for the Jordan 1 High Off-White Canary? Dat nog een sample is en dat ooit uit moet komen. Maar oké, let's go back to the Dunk High Dark Sulfur. Het is gewoon een Dunk High met wat ik denk een mooie kleur geel erop. Dus de zijdepanelen en de toebox is gewoon smooth white leather. En dan heb je dus die gele accenten zijn echt gewoon de donker, wat donkere mosterdkleur. En niet echt een canary yellow, maar meer een mosterd sulfur yellow. Precies wat de omschrijving zegt. En we zijn natuurlijk nu inmiddels allemaal bekend met de Dunks. He, want ik heb meer dan genoeg Dunks aangekaart. En dit is gewoon een, ja, not a takeaway from the sneaker, maar het is gewoon een standaard dunk. I mean, de materialen zijn niet slecht, maar het is ook niet de tip-top van de tip-top leer dat op deze sneakers zijn. Maar het is gewoon een smooth leather. De wrinkling leather, meer plastic leather is het als het goed is niet. Dus het is gewoon een Dark Sulfur Dunk High. Meer kan ik er niet over zeggen. Het is wel een dunk. Het is wel een dope dunk. I mean, het is een dope kleurencombinatie, maar it's just a dunk. Last but certainly not least, en hier moet ik wel een kleine sterretje erbij zetten, want dadelijk gaat hetzelfde gebeuren als wat met de Raging Bulls is gebeurd van verleden week. Want ik zie hem nog niet staan. Het wordt wel gezegd dat hij uit moet komen deze week. En ik hoop ook dat hij uitkomt deze week, want het is wel een sneaker dat ik heel dope vind. Het is een silhouet dat ik ook heel dope vind. En ik heb het over de Jordan 4 University Blue.
dat ook nog ergens mee, maybe een beat true to your school. Of weet je, van die college sneakers, van die college colorways nog erbij is. Want als het goed is, is die labeltje nog op die Jordan ook nog van die, dat het een college sneaker is, soort van. Maar als ik zou zeggen dat het een college sneaker is, dan moeten we naar UNC gaan, hè. North Carolina Baby Blue, gewoon op de sneaker. We hebben geen Nike Air op de achterkant van de sneaker, omdat het natuurlijk geen sneaker is waar Jordan letterlijk heen heeft gespeeld in de Chicago Bulls days. De sweater op die sneaker die ziet er best smooth uit en best hoge kwaliteit. And it's a Jordan 4, so need I say more? Helaas weer, wat ik al net heb gezegd, geen Nike Air, maar bij deze ga ik niet zo moeilijk doen. Because that baby blue en dat sweater is gewoon sexy. En er is ook groot kans dat dit gewoon een general release wordt. Dus anybody that wants the shoe can just get it. Hopefully. I mean, in Amerika is het zo. I don't know of het hier in Nederland ook nog zo is. Ik hoop het wel. Because it's a sexy shoe. Vooral voor mijn zomerpraatjes. Het weer begint te komen. Dus babyblauw shining op je voetjes. Dat is toch sexy, man. Dus dat, mensen, dat was de weekly wind-up van week 15. En nu gaan we gelijk eens checken wat er allemaal verleden week is gebeurd. Van al die foutjes en schoenen die niet uit zijn gekomen. En De SB Dunk Low Wasted Youth. Dus die Fairdies samenwerking met SB Dunk, met de patches en de rose erop. Dope SB Dunk. Toch wel een wat apartere SB Dunk. Maar naar mijn idee was het helemaal in Europa niet uitgekomen. Volgens mij was het alleen maar in Amerika uitgekomen. En dat er nog kans is dat het hier in Nederland uitkomt. Maar I'm not sure, want ik heb verleden week heb ik nergens die schoen gezien. Eerlijk, ik heb het nergens gezien. If you guys saw it, let me know. Want dan moet ik even mijn info gaan aanscherpen. Want het was echt hectisch verleden week met slordigheid van data's en zo. Schoenen die wel uit zouden komen en niet uit zouden komen. I don't know. Dus waardoor die wasted youth, it must have slipped me. Want naar mijn idee was het in Europa niet uitgekomen. Maar let me know if I was wrong. Dat er toevallig wel nog een winkel, een skate shop of iets was. Waardoor die Wasted Youth toch wel hier in Europa was uitgekomen. Want volgens mij was die alleen maar in Amerika uitgekomen. Als we naar de retail kijken van deze sneaker. Hij was een kleine 110 euro'tjes of $130. Omdat het naar mijn idee alleen maar in Amerika uit was gekomen. En de resale van deze sneaker. Dus als ik hem in een size 13 gang nu zou willen aanschaffen. Dan ben ik gewoon 400, 500 euro kwijt. Dus de resale is gewoon really, really there for deze sneaker. But again, I'm not sure if it came out in Europe. If it did and you guys got it, let me know. And let me know if you guys are gonna flip it gelijk, want je maakt makkelijk 350 euro als je die schoen wel binnen hebt. Van de Wasted Youth gaan we verder met de Jordan 1 High Stadium Green, de men's version. Again, weer postponed, weer, ik weet niet wat ermee is gebeurd, maar hij is sowieso niet op de sneaker heb gekomen, wat ik dus ook nog een beetje raar vind, want naar mijn info zou die sneaker gewoon verleden week uitkomen. Maar ik zie wel dat hij bij N staat en daar staat het nog voor een anderhalve dag, twee dagen. Dus ik moet ervan uitgaan dat het deze week toch wel ergens uit gaat komen. Maar hij staat nog niet op de sneaker app, net als dus de Hyper Royal. Dus ergens heb ik toch wel mijn twijfels. Maar ik zou wel zeggen van, if you guys want the sneaker, dus de Stadium Green. Sowieso Ant heeft hem wel staan nog voor de komende 36 uurtjes. Dus dat is al een zekerheid. Dat is de enige zekerheid wat ik wel kan geven.
En dan is die op end, betaal je net een, wat is het nou, 30, 40 euro'tjes meer. Dus volgens mij betaal je dan in plaats van 160 euro, betaal je dan een kleine 200 euro bij end voor die sneaker. Als we gaan kijken naar de resale voor deze sneaker, in een size 13 gang gaat die tussen de 180 en de 150 euro. Dus mensen willen niet meer dan 150 euro geven in een size 13 gang. En mensen vragen rond de 180 euro voor deze sneaker. En dat is nog met zo'n rare release met postponing en niet en wel. En wel één land en een andere land niet. Waardoor mensen hebben nog geen hoogte van wat ze van deze sneaker moeten vinden. Ook omdat het misschien not as readily available is. Of dan bij andere plekken dan weer wel. Waardoor, ja, ik krijg er zelfs geen hoogte van. Op het moment als je zeg van ja, ik wil die sneaker toch wel hebben. Now could be a good time to get it off of StockX, want dan betaal je misschien 20, 30 euro meer dan dus de retail voor die sneaker. En who knows what's gonna happen als ik het moet redeneren. Het is toch wel ergens een zware sneaker met nog canvas materialen erbij. Is een aparte kleur en het is still a Jordan 1. Dus als ik het zou zeggen, that price is still gonna go up. Ook al zou je het nu van StockX kopen voor 20, 30 euro'tjes meer. Denk ik dan. If you really want a shoe, it's not gonna be that bad dat je zoveel extra ervoor hebt. Verder met de SB Dunk Low Celadon, die ik ook al volgens mij naar mijn gevoel de laatste 2 weken aan het aankaarten ben. En de datums en zo, weer dezelfde issue als met de Stadium Green. Volgens mij nog met deze Celadon zijn er bepaalde sites die het al hebben gereleased. En wat ik weet dat, bijvoorbeeld als je nu naar SNS gaat, is er nog een 20 uurtjes ongeveer dat je nog de kans krijgt om nog in te schrijven voor deze Celadon. Dus bij SNS is die nog net niet uit. Maar er zijn bepaalde andere plekken waar die dus al uit is. Dus het is weer een beetje hectisch met deze releases. But there's still a chance. Als we kijken naar de retail van deze sneaker, is het gewoon een kleine 110 euro'tjes. En in een size 13 gang voor de resale hebben we het over 260 euro's. Is wat mensen ervoor willen geven. En mensen willen 350 euro voor deze sneaker hebben. Dus de premium aan deze sneaker is al een beetje lekker. Dus als jij nog die kans krijgt om het nog van SNS, or if you have the sneaker already en je denkt, ja, hij is wel leuk, maar als ik naar de resale ga kijken, denk ik van njom. I'm telling you man, 200 euro's is wel best lekker hoor, voor een 110 euro in. En last but certainly not least voor deze week in de recap. En ik wil het eigenlijk zeggen dat dit is dan de recap van verleden week. En dan wil ik het gelijk weer aansluiten naar die sneakers die deze week dus uitkomen. Because it's the same. Hè? De sneaker zit in gewoon beide categorieën nu. Ik meen dat dit is niet iets wat vaak gebeurt. Which makes this Jordan 5 Raging Bull Toro Bravo even more special. The fact that het gewoon in 2 categorieën van de Sneaker Leaker Weekly zit. Dat wil al zeggen dat it's extra. Extra special. Maar hij was dus verleden week niet uitgekomen. Ik dacht echt dat hij verleden week zou uitkomen. Maar het was in Amerika verleden week uitgekomen. En hij staat nu gewoon op de sneaker app. Dus hij komt deze week officieel gewoon in Nederland, in Europa. Maar voor mij is het gewoon belangrijk dat hij in Nederland uitkomt. Komt hij dan officieel deze week uit? En je ziet wel dat wij veel blijer zijn dan last week. Because now it's official to the officiales. Maar ja, ik hoef niet meer uit te leggen wat de Jordan 5 Raging Bull is. Ik heb jullie verleden week al die schoen laten zien en zo. Omdat we dus in 2 categorieën zitten met deze Jordan 5 Raging Bull, ga ik toch wel aankaarten wat de retail is en wat eventueel de resale gaat zijn. Want die van 2009, als het goed is, die blaast al. Hè? We're talking 600, 700, 800 euro's resale voor die 2009 versie van de Raging Bull. Dus ik denk niet dat het een grote verschil gaat zijn. Maar natuurlijk, in de 2021 version, hij moet wel ietsjes meer gaan opbouwen dan gelijk naar de 800 euro. But let's check! De 2021 version, Raging Bull Toro Bravo, retail, 190 euro nog steeds. Resale voor de 2021 version, nu, as I'm recording this video, is die 280 euro wat mensen ervoor willen geven. En mensen willen er 362 euro voor hebben
op het moment in een size 13 gang. Als je dat gaat vergelijken met de 2009 versie, dan hebben we het over een hele andere Adventure Island. Dus als we gaan kijken naar de resale van deze sneaker in een size 13 gang, willen de mensen er al €486 voor geven. Maar mensen willen er minstens €688 voor op het moment. En ik heb deze prijs gezien richting de €800 voor dus de oudere versie van de Raging Bull. Dus het zou mij niet verbazen dat once this one in 2021 comes out, dat het uiteindelijk ook richting die prijs gaat, want deze sneaker is sowieso sexy. Sexy. En ook nog dat deze sneaker has made both sections at the same time of the Sneaker Leaker Weekly Windup. I mean, you can't get better than that. Maar de Jordan 5 Raging Bull, oftewel Toro Bravo, in Espanol Toro Bravo, moet dus eindelijk officieel, mag ik het zeggen, deze week uitkomen. Dus dat, peoples, dat was dus de weekly wind-up van week 15 en natuurlijk ook de recap van week 14. En hopelijk is het deze week dat deze data's gewoon officieel blijven. Dat ik niet volgende week weer moet gaan sjoemelen van sneakers die wel of niet uit zijn gekomen. Gaat vast wel weer gebeuren. I mean, we hebben het nog steeds over de sneakerwereld. Maar als je deze filmpje dope vond, gooi sowieso een like op je boy. Als je vindt dat andere mensen ook dit soort filmpjes moeten checken, gooi sowieso een share op je boy. Die subscribe button is vanzelfsprekend, maar het is de notification bell that I really want you guys to press, want dan krijgen jullie elke week weer te weten wanneer ik gelijk weer een filmpje drop. En dan is het rennen, popcorn, checken! En dan blijf ik het zeggen elke keer weer. Let's keep this culture going! Jullie weten zelf! With the salute!